Oh. Stoei. Pak ze. Pak ze. Pak ze. Pak ze, Max. Dit ziet er zo grappig uit. Doei. Hoi hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag woensdag 20 mei 8 uur. En ik ga vandaag jullie een dagje meenemen in wat ik eet op een dag in plaats van dat anderen bepalen. Want die is al best een tijdje geleden. Dat was er ook bij vandaag. Dus die zullen jullie ook in de video zien. We gaan nu even deze rakker uitlaten die ons net heel schattig wakker kan maken. En dan gaan we daarna ontbijten. Ga je uit, Max? Ga je uit? Ga je uit? Het is inmiddels 12 uur en ik heb honger, dus ik ga even lunchen. Dus ik zal jullie even laten zien wat ik ga lunchen. Ik zit even lekker buiten het zonnetje en als lunch heb ik 2 geroosterde broodjes met avocado en gebakken champignons en sriracha en een glaasje water. Ik heb trouwens, terwijl ik de lunch aan het maken was, een portie van dit op. Gewoon uit mijn hand, want vond ik lekker en daar had ik helemaal zin in. Dus dan pak ik dat. Oké, ik ga gewoon even heel eerlijk met jullie zijn, omdat ik dit ook gewoon belangrijk vind om te vertellen, omdat dit soort dagen er ook zijn. Ik heb vandaag even een wat minder dagje. Omdat mijn buik heel erg opgeblazen is. En gewoon, ja, ik weet niet. Zulke soort dagen heb ik soms wel eens. En dat is denk ik ook redelijk normaal. Dat je gewoon mindere dagen hebt. Maar doordat ik me vandaag echt even niet lekker in mijn eigen lichaam voel. Heb ik ook veel meer gedachten rondom het eten. Zo had ik vanochtend bijvoorbeeld heel veel honger en... Na het ontbijt zat ik echt heel erg vol, waardoor ik me nog soort van slechter voelde. Daarna ben ik even lekker gaan opruimen, want opruimen geeft mij heel veel rust in mijn hoofd. En dat moest ook gewoon gebeuren, dus ik vind het ook gewoon fijn dat ik dat nu heb gedaan. En vervolgens had ik 's middags rond 11:30, zo kreeg ik weer heel veel honger. En iets in mijn hoofd zei van ja, je gaat pas om 1 uur lunchen of om 12 uur lunchen is veel te vroeg. Uiteindelijk ben ik toch rond 12 uur gaan lunchen, omdat ik nu wel weet dat als mijn lichaam honger heeft, dan moet ik het eten geven. En het was iets te laat om mijn ochtend dus door te pakken, dus vandaar dat ik gewoon ben gaan lunchen. Wat denk ik heel belangrijk is, want jouw lichaam geeft niet voor niks aan dat hij honger heeft. Dus daarom heb ik dat wel gedaan en nu voel ik me daar toch soort van schuldig over, terwijl dat helemaal nergens beslaat. Want het is gewoon lunch en ja, ik weet niet... Ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar wat ik hiermee wil zeggen is dat ik, ook gaat het nu 2 maanden ongeveer echt super goed met eten. En eet ik gewoon lekker alles waar ik zin in heb en wanneer ik er zin in heb. En ook als ik geen honger heb. Maar dit soort dagen horen ook gewoon bij, die heb ik ook nog steeds. En ik denk wel dat je van dit soort dagen sterker wordt, omdat je dan juist tegen je eetstoornis in kan gaan. En vanavond gaan we barbecuen, waar ik ook best wel een beetje mee zit, maar we gaan het wel gewoon doen. Omdat ik nu weet hoe fijn het is als je gewoon wat... losser bent in het eten en in tijden en in het bewegen. Dus ik ga zeker doorzetten. Maar ik wilde jullie de twijfel laten weten omdat ik het belangrijk vind dat dit soort dagen oké zijn. Dat dit soort dagen heel normaal zijn in herstel. En dat was eventjes gewoon wat ik wilde zeggen. Ik ga nu de tas weer ophalen. Ik ga even lopen heen met Max, want de hond moet nog uit. Ik ben weer thuis. Het is nog steeds dezelfde dag, maar ik heb even een ander shirt aan. Want Natas en ik gaan trampoline springen. Ik neem even een klein snickertje. Wow!
trampoline springen hebben we alweer gezien. Dus die gaan we trummen. Ja. Het is inmiddels 4:15 en wij gaan even naar het dorp toe. Want we gaan als tussendoortje even een ijsje halen. En die gaan we dan langs het water opeten. Dus wij gaan even fietsen en dan zie ik jullie zo. Oké, we hebben een ijsje gehaald. Ik heb pecan caramel vanille. Dat zijn twee bolletjes. Dat is hetzelfde. En nu gaan we het even hier lekker aan het water opeten. Jongens, we hebben het ijsje helemaal op. En, ik ga je even zeggen. Dit soort momenten zijn stel echt waard. Dat zijn Natas net ook tegen mij. Oh, wijze woorden van Natas. Ja, wijze woorden van Natas. Wat zei je? Nou, ik zei dat dit soort momenten gewoon herstel waard zijn. Want vorig jaar zat zij in een trui met wol aan de binnenkant. En een shirt met lange mouwen eronder. Oh, ik heb het zo koud. Met een taart van zo breed. En ik zat daar in mijn korte broek. Oh, ik heb het zo warm met zo'n stuk taart. Nu zit er gewoon een ijs te eten aan het water uit het niks. Was niet gepland. Nee. En je dus kan er gewoon van genieten. In plaats van stress om niks. Dus als je gaat herstellen, kan je gewoon lekker ijsjes eten zonder dat het gepland is en ervan genieten. Denk aan de wijze woorden, herstel is het waard. Denk aan de kleine momenten die je dan meemaakt. Ja, dus goed onthouden. Wij zijn alweer een tijdje terug van een ijsje halen. We hebben het even moeder geholpen met dingen te maken voor de barbecue. Want we gaan vanavond barbecue. Het is nu 6:00, dus ik denk dat we... het is nu 6:50, dus ik denk dat we rond 6:30, 7:00 gaan barbecuen. En ik ga sowieso een vega burger nemen en worstjes of zo met broodjes. Ik zie het nog even wel. Ja, dat wil ik even vertellen. Het is inmiddels 8:15 en wij hebben net gebarbecued. Ik heb best wel heel veel op. Ik zit echt super mega vol. Maar dat is denk ik juist een goed teken omdat ik dan geluisterd heb waar ik zin in had. Dus dan moet ik nu maar even mee dealen met hoe ik me voel. Wij hebben even een stukje gefietst en zijn naar de appie gegaan. En hebben dat even gehaald. En ik heb Bacardi Mojito. En I have Malibu Cola. Nee, hoe zei je dat nou? Pina Mamalibu? Pina Mamalibu. Maar in ieder geval dat we even opdrinken. Ik dacht het filmen het, want dat is toch weer lastig. Hele doos vol met mijn zwavelskoppen. Dat waren 1 euro. Jongens, echt, als je jezelf gewoon eten en drinken gunt wat je lekker vindt wanneer je er zin in hebt, dan is het zoveel fijner. Nu kan ik gewoon gezellig met vrienden of nu één vriendin gewoon een normaal leven leiden en doen waar ik zin in heb. En dat is zoveel fijner. Dat is leuk. Ja. De buiten loopt de schuil. Oh, weer. Jij gaat echt wel een tijdje later. Het is inmiddels rond 11:30 en ik heb uiteindelijk 3 drankjes op, volgens mij met calorieën dus erin. Omdat ik dat nog heel lastig vind, was het best wel een uitdaging, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. En dit is echt een van de redenen waarom ik zo erg bewust ben, zodat ik gewoon lekker met de rest mee kan doen. Zoals dat ijsje van vanmiddag en die drankjes nu, dat is gewoon een spontaan iets en niet gepland. En dat heb ik ook gewoon gedaan waar ik heel blij mee ben, omdat je hoeft niet altijd alles te plannen en uitdagingen zijn er om aan te gaan en daar word je alleen maar sterker van. Dus ik ben heel blij dat ik dit vandaag gedaan heb, omdat het eerst begon als een dag die eigenlijk helemaal niet zo lekker ging. En dat het uiteindelijk toch zo'n fijne dag is geworden qua lekker meedoen met de rest. En ja, dat. Dus dat wil ik even zeggen. Slaap lekker.